we zijn er niet om, ik ben er niet om een finisher te zien, maar om de 3 punten te pakken. NEC speelt vrijdag alweer zijn 5e wedstrijd van het seizoen. Ditmaal is Sparta Rotterdam de tegenstander. De Nijmegenaren speelden zondag gelijk tegen Willem II. Dat er niet werd gewonnen, zorgde voor teleurstelling binnen de spelersgroep. Ja, ik denk dat maandag, vrijdag, dinsdag waren we weer bij elkaar. Toen waren er eigenlijk nog de koppen nog teleurgesteld. Dus toen heb ik gezegd, ja, we moeten het nou van ons afschudden. Maar ik denk wel dat het goed is dat je als spelersgroep zo'n wedstrijd wil winnen. En ik denk ook dat we dat de hele wedstrijd hebben uitgestraald. Alleen niet gelukt en dan moeten we verder. En wilde er niet in? Ja, nee, ja, dat klopt. Uiteindelijk is dat het belangrijkste van voetbal. Maar zijn er wel momenten geweest dat we kansen of mogelijkheden gecreëerd hebben. En dat was meer dan tegen Heracles. Dus dat is positief. Elias Tafsan mocht zondag invallen. De aanvaller kwam een tijd met een blessure, maar is nu weer helemaal terug. Ik ben nu weer helemaal fit, dus ik voel me prima. Ja, want je had wat pijntjes de afgelopen periode, hè? Ja, klopt. Meteen best wel lang, een paar weken. Wat pijn, maar dat is nu gelukkig weer over. Iedereen is dus fit. En dat is belangrijk, want er komt een zware week aan met 3 wedstrijden. Als ik speler was, zou ik het alleen maar mooi vinden, omdat het lekker is om wedstrijden te spelen. En het zijn mooie wedstrijden, hè? Sparta, Utrecht en Feyenoord. Dat zijn natuurlijk wedstrijden die je graag speelt. We zijn fysiek fit, dus dat moeten we aan kunnen. De laatste overwinning in Rotterdam dateert alweer uit 2008. Dat is al een tijd geleden, maar is dat een statistiek waar de trainer zich mee bezighoudt? Vorig jaar hadden we volgens mij heel lang niet van Dordrecht gewonnen. En zo waren er meer statistieken volgens mij vorig jaar die we gebroken hebben. Het zegt niet zoveel over het elftal van nu. Nu heeft Sparta weer een aantal spelers erbij gehad op het laatste moment. Zeg maar. Osman is erbij gekomen. Dat is ook weer even anders, maar ja, ik denk dat het een wedstrijd is waar ook kansen voor ons liggen. Hè. Je kunt er goed tegen voetballen op kunstgras. Nou, dat willen we graag, dus mooie uitdaging. Voor Tafsan is het weerzien met Sparta een bijzondere aangelegenheid. De vleugelspeler doorliep de volledige jeugdopleiding bij Sparta. Nee, ja, ik heb vanaf de F's eigenlijk bij Sparta gespeeld. Dus ja, eigenlijk heel lang. Dus ik heb veel herinneringen daar gehad. En het is mooi dat ik nu tegen ze speel. Voelt het een beetje als thuiskomen op het kasteel, of niet? Ja, een beetje wel. Maar ik ben er niet om een finisher te zien, maar om de 3 punten te pakken.